Anna en Elise van Chicks Love Food. Leuk dat je weer kijkt naar een food video van Chicks Love Food. En we zijn helemaal in de kerstsfeer en we gaan dan ook een feestelijk gerecht maken. Een klassiek gerecht, kalkoen met cranberry saus, maar dan een makkelijke variant. Stel dat je het spannend vindt om zo'n hele grote kalkoen te bereiden, dan kun je ook prima een kalkoenrollade maken. Dat kan echt niet misgaan. Nee, met een lekker cranberry sausje. Precies. En jij weet, ik ben gek op wijn. Dat is ze. Dus ik ga er ook vandaag een wijntip bij geven. Oh, en dat is? Een witte Rueda. Wit, want we willen allemaal een witte kerst, toch? Dat is waar. Ja, ja. Maar bij kersthoofdgerechten denk ik toch snel wel aan rood eigenlijk. Ja, maar dat hoeft dus niet. Want Spaanse Rueda wijnen zijn heel mooi fris en strak. Hebben een hele bijzondere body. Dus je kan ze echt bij elk gerecht serveren. Vind ik en goed. Zeker dus bij een hoofdgerecht. Leuk hè? Nou, inderdaad. Ik ga je straks wat laten proeven. Nu eerst de kalkoenrollade. Komt ie aan. Daar is die. Mooi. Ja, dit kan echt niet misgaan. Knippen we hem even open. Dan snij ik wat mooie plakjes. Dan kan ik ook gelijk even proeven hoe die bij de wijn is. Kijk eens hoe mooi. Hij ziet er inderdaad echt alles behalve droog uit. Echt hè? Nou, ik proef met die heerlijke saus. Ja, ik vind het echt top. Jij bent blij. Ik ben echt heel blij, maar ik hou ook van klassieke kerstgerechten. Ja, dat snap ik. Zo gezellig. Ja. Nou, dan hebben we twee hele mooie Ruedas hier. Kom maar door. Mag jij nog even proeven? Mm. Ik proef met jou mee. Je ruikt al die body. Het is niet een vlak wijntje. Ik proef vooral die body. Ik neem het heel serieus. Nee, ik ook. Nou, hè? Ik proef het inderdaad niet met het vlees, maar ik kan je al vertellen dat het ook zonder het kalkoen, de kalkoenrollade ontzettend lekker is. Mm. Ja, lekker. Wil ik van jou nog even proeven? Mm. Even ruilen, voordat ik mijn glas op heb. Mm. Lekker. Hij is inderdaad lekker fris en strak. Ik vind ze allebei lekker. Lichte voorkeur voor deze. Ik vind ik echt mooi bij die zurige saus. Beetje zoet. Komt mooi met dat frisse overeen. Ja. En dan goede body voor bij die kalkoen. Ik zeg doen. Ga naar de wijnwinkel, koop een mooie Rueda wijn. Serveer dit heerlijke, makkelijke kerstgerecht met een fantastische saus. Je hebt een topavond. See you next time. Doei! Doei!